Goedemiddag en welkom iedereen op deze eerste webinar in een reeks van drie over de succesfactoren en de aandachtspunten voor grensoverschrijdend samenwerken. Wij organiseren deze reeks in het kader van Wij Maken Nederland. Dat is een traject dat in 2016 is opgestart om samen met het vakgebied na te denken over de toekomst van Nederland. Dat was in de tijd dat de Nationale Omgevingsvisie, dat is een beetje de pendant van de Vlaamse, van het Vlaamse beleidsplan Ruimte Vlaanderen, werd opgestart. En het was dan de bedoeling om daar het hele vakgebied bij te betrekken. Er zijn heel wat activiteiten rond georganiseerd. In 2019 en 2020 hebben in dit verband twee leerlijnen plaatsgevonden rond democratie en energie en duurzaamheid. En voor het topic grensoverschrijdend samenwerken, waar de Vereniging Delta Metropool voor werd aangesteld, hebben wij voor een iets andere opzet gekozen, namelijk deze lunchwebinars. Ikzelf ben Rien van de Wal, ik ben medewerker bij Vereniging Delta Metropool. De mensen die ons niet kennen, wij zijn een denktank en een vereniging met publieke en private leden gevestigd in Nederland. In Rotterdam hebben wij ons, onze uitvalsbasis. Wij onderzoeken en agenderen op uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, maar ook het ruimere Noordwest-Europese gebied, wat wij de Eurodelta noemen. En daarin zitten dan ook Vlaanderen, Noord-Frankrijk, Noord-Rijn-Westfalen. Dus we kijken wel zeker breder en deze webinars die passen dus ook perfect in dat plaatje. Ik geef nog even mee dat dit webinar zal worden opgenomen of al wordt opgenomen. En dat na afloop zetten wij dat voor herbekijken op ons YouTube-kanaal. Vragen van jullie, ons publiek, die zijn absoluut welkom. Daarvoor kunnen jullie de chat gebruiken. We maken in het laatste half uur tijd om die vragen aan de sprekers voor te leggen. En wie zijn dan onze sprekers? Wel, we gaan zo dadelijk van start met Daan Schalk, CEO van North Sea Port. En om 13 uur gaan we in gesprek met Vincent Pijnenburg en Clemens de Olde. Vincent Pijnenburg van Fontys Hogescholen in Venlo en Clemens de Olde van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit van Antwerpen. Afsluiten doen wij om 14 uur. Om te beginnen, Daan Schalk. Hij is CEO van North Sea Port. Dat is de eerste grensoverschrijdende zeehaven van Europa. Hij heeft al heel wat watertjes doorzwommen, kunnen we zeggen, in de publieke en private sector. Zijn ervaringen liggen in de domeinen van economie, mobiliteit, drinkwater en natuurlijk de havens. Daan is een tijd volksvertegenwoordiger geweest, ook in de Belgische Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 2009 werd hij CEO van de haven van Gent en die haven van Gent die is dan in 2018 samengegaan met Zeeland Seaports, waaruit dus de North Sea Port ontstond. Ten slotte is Daan ook voorzitter van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, dat is een strategische adviesraad van de Vlaamse regering. Daan, ik laat aan u het woord en deel gerust uw presentatie. Dank u. Ik ga proberen. De delen, ik weet niet, zien jullie nu de presentatie? Nee, ik zie ze nog niet. Blijkbaar gaat dat toch niet. Misschien dat ik dan toch voor alle zekerheid aan jullie vraag om geen enkel probleem. Mijn presentatie op het scherm te troeven, dat zal makkelijker zijn. Hè. Dan ga ik daarvoor zorgen. Maar ik zal alvast van start gaan. Uiteindelijk, de vraagstelling is een zwaar woord, maar toen wij ook de fusie maar tussen de haven van Gent en Zeeland Seaports hebben aangekondigd en daarmee aan de slag zijn gegaan,
dan op dat ogenblik had ik ook heel veel vragen over mogelijke cultuurverschillen en wat, of dat wel zou lukken en of dat ging. En daar waren ook wel heel veel vooroordelen over. En eigenlijk is mijn stelling, ook na alle vragen die je dan krijgt, vrij eenvoudig. Meestal gaan de vragen dan in de richting van mentaliteit en echte cultuur en zijn er niet te veel verschillen in onderhandelingsstijl en andere. En mijn stelling is vrij eenvoudig. Als je het hebt over grensoverschrijdende projecten of grensoverschrijdende initiatieven met een ruimtelijk impact en waarschijnlijk ook andere, maar zeker die met een ruimtelijk impact, dan zitten de cultuurverschillen wat mij betreft bijna niet of verwaarloosbaar in de verschillende accenten die er zouden zijn op vlak van taal of op vlak van echte onderhandelingscultuur, maar veel meer in de sfeer van processen en politieke besluitvorming om dingen gezamenlijk aan te pakken. En meestal wordt het omgekeerde beweerd. Als dingen niet lukken, zegt men heel snel, het ligt aan de mentaliteit. Voor mij zit het veel meer in de sfeer van politieke besluitvorming, begrotingsopmaak en andere. En ik zal dat proberen aantonen aan de hand van een aantal voorbeelden, waaronder bijvoorbeeld ook onze fusie zelf, waar dat alleen de, en die mag naar het volgende gaan, waar alleen al de, en het volgende ook, de verschillen in governance en andere zo fundamenteel zijn tussen Vlaanderen en Nederland, dat daar uiteindelijk veel meer op dat vlak grote verschillen zijn. Jullie zien ook nog eens de ligging, toch heel goed gepositioneerd van Noordzeeport in Europa, en bij de volgende zoomen we dan in iets meer in en zie je ook dat eigenlijk Noordzeeport naadloos nog een beetje inzoomen alsjeblieft op die Belgisch-Nederlandse grens ligt. Hè. In de Noordzee, het kanaal Gent-Terneuzen is helemaal, hè, de stip staat hier op de grens en daar zien jullie dan het gebied en men noemt dat dikwijls drie havengebieden en dat heeft louter met die grens te maken. Ik zou stellen, dit zijn twee havengebieden. Je hebt het industrieel weefsel en de industriële haven in het kanaal Gent-Terneuzen. En economisch en ruimtelijk is dat voor mij veel meer een eenheid. En dan heb je er één in het noorden. Maar de eenheid tussen Terneuzen en Gent, als je het bekijkt economisch en ruimtelijk, is voor mij veel groter dan de eenheid Terneuzen-Vlissingen. Dat was een toevalligheid door het bestuurlijke en door de grens. Nu, los van deze fusie, en dat is dan ook de volgende, zijn er in het gebied heel veel investeringen die lopen en aan de gang zijn met een groot ruimtelijk impact. Op het volgende kaartje zien jullie er daar ook een aantal van. En daar zijn dan goede en minder goede voorbeelden bij. Als je kijkt naar de weginfrastructuur, dan zijn daar aan de Nederlandse kant enorme investeringen geweest die eigenlijk beginnen met een investering zoals de Westerschelde-tunnel, die voor het eerst ook Vlissingen en Terneuzen met elkaar verbonden heeft. Het impact ook van deze ruimtelijke ingreep op ook het hele sociale leven en de verbondenheid van Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Zeeland is daardoor enorm vergroot. Daarna had je alle werken aan de Traktaatweg en nu de geplande werken aan de R4. Waardoor ik zou zeggen, het cultuurverschil en de kleine clash die daar nog is tussen twee ministeries, is er nog altijd geen overeenkomst over de aanpakking van deze twee ongeveer rond de grens. Dus dat betekent, als je tunnel, Traktaatweg en R4 optelt, zit je aan miljarden investeringen. Maar de laatste knoop is nog altijd niet ontward en loopt heus niet spaak op de cultuurverschillen in taal, in mentaliteit en andere, maar puur op de verschillen hoe zo projecten moeten gefinancierd worden. De een gaat ervan uit, en daar is de approach soms ook verschillend departement per departement. De een gaat ervan uit dat degene investeert op wiens grondgebied het is, de ander gaat ervan uit dat de vragende partij investeert en daar blijft een knoop zitten om zoiets klein te, eigenlijk relatief klein te realiseren in de miljardenportfolio van investeringen die er al geweest is. Bij een volgende hebben we ook wel een aantal voorbeelden die zijn en oor komt daar dan ook bij. Dan zitten we ook met de Fransen in de slag, dat gaat dan om binnenvaart. Maar we kunnen toch naar de volgende gaan, want er is ook nog wat ruimte voor vraagstelling en debat te houden. Dan de sluis zelf.
De sluis zijn we ook tegen die bestuurlijke cultuurverschillen aangelopen, maar die hebben we zeer goed kunnen borgen door beperkte onderhandelingsteams binnen een bestaande internationale structuur, de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. Eigenlijk is dat Vlaanderen en Nederland hebben een mini-regering gemaakt om over nautische kwesties rond die Schelde beslissingen te kunnen nemen. En het feit dat je dat op voorhand afgesproken bent, maakt zo projecten mogelijk en gemakkelijker. Omdat je eigenlijk een bestuurskader gecreëerd hebt. En dat betekent niet dat je tijdens de onderhandelingen nog niet aan tafel zit met een licht andere mentaliteit en tongval. Maar je hebt een kader gecreëerd. En dan lukt het. En dat waren best harde onderhandelingen. Een project van bijna 1 miljard. De grootste investeerder in Zeeland op dit ogenblik is de Vlaamse overheid met deze sluis. Maar dat betekent, omdat het bestuurlijk kader er was, dat eigenlijk plots de andere cultuurverschillen geen probleem meer waren. En dat de stereotypen, zoals gaat dat wel met die Nederlanders of omgekeerd, ja, met die Belgen onderhandelen is toch altijd moeilijk. Nee, we hadden een kader gecreëerd en het ging. En de financiële afspraken, dat heeft een paar jaar geduurd, dat is ook normaal. Maar het wordt nu ook uitgevoerd. En er was grap een akkoord dat dan het aanbestedingsrecht het Nederlandse ging zijn, want het is op Nederlands grondgebied, ook al betaalt Vlaanderen het merendeel. En eigenlijk is dat een project dat fantastisch loopt. Ik zou zeggen, als een van de grote sluisprojecten, zelfs beter dan het autonoom Nederlandse project in IJmuiden, ondanks alle afspraken die hier nodig waren. In een volgende hebben we nog een project dat momenteel wel goed loopt. Dat is een onderzoek naar een beter spoorvervoer en zelfs de bouw van een missing link, zowel voor goederen als personenvervoer, wat zeker in personenvervoer toch ook vrij innoverend is, als je het dan als regionale lijn gaat uitbouwen, want laten we eerlijk zijn, Gent-Terneuzen is niet Brussel-Amsterdam, is niet Amsterdam-Parijs of Londen. Dit gaat eigenlijk om een klein regionaal uitbouw van, ik zou zeggen, bijna het voorstedelijk net van Gent, als je het vanuit een federale bril bekijkt, van voorstad met een Brussel, Antwerpen, Luik, Charleroi, Gent. En dat is dan de NMBS-strategie en van Infrabel. En eigenlijk van Terneuzen die aanpakking van het spoornet op Gent, want dat is ook voor hem de enige mogelijke spoorontsluiting naar een stad, want de Westerschelde-tunnel heeft geen spoortunnelvoorziening. Dat loopt dan wel, maar daar kwam dus ook bestuurlijk nog eens de bijkomende component, dat je dan in een Vlaams-Nederlandse context plots belandt in een Belgisch-Nederlandse context, want spoor is dan terug federaal. En dat je dan terug de hele beslissingsboom daar goed moet in kaart brengen en de rol van Infrabel, die anders is dan van ProRail, goed moet dat in elkaar steken. En daar zit je dan ook bijvoorbeeld met cultuurverschillen die oppoppen. Als je dan bijvoorbeeld alleen al kijkt van we gaan de studiekosten delen, dan lijkt dat eenvoudig 50-50. Dat is ook een goede afspraak. Alleen blijft in Nederland al heel lang gebruikelijk te zijn dat je bijvoorbeeld studiebureaus laat heel veel doen in die studiekosten. Infrabel heeft zijn eigen studiebureau. En dan heb je een Nederlandse raming van studies van 12 miljoen en bij Infrabel van 2 miljoen. En dan moet je beginnen tellen en dat gaan demystifieren om eigenlijk zoiets mogelijk te maken, want ze hebben allebei gelijk. Alleen het is maar wat je in de poststudiekosten gaat steken. En zo moet je telkens in mijn beleving kijken dat je governance goed zit en dat je in die projecten in die zin vooruit gaat en eigenlijk al de rest waar men heel dikwijls heel veel aandacht aan besteedt, accenten, mentaliteit, ze zijn harder in de onderhandelingen, te direct, de Vlamingen zwijgen te lang. Dit is allemaal perfect overbrugbaar. Maar kijk vooral heel transparant naar governance als je dingen wil doen in een binationale ruimtelijke context. En dan gaan we denk ik naar de laatste, wat dan in mijn beleving toch wel een heel goed element is na die havenfusie. En na de harde infrastructuren waar ik het vooral over gehad heb, en waar je natuurlijk dikwijls vanuit een havenbril ook naar kijkt, dat is dat ondertussen de openbare besturen, die allemaal aandeelhouder zijn, en dat zijn dus 3 Nederlandse gemeenten, 3 Vlaamse lokale besturen, 2 provincies, dat die North Seaport District opgericht hebben. En dat ze nu ook een agenda aan het maken zijn, om bijvoorbeeld een gezamenlijk fietsnelwegenbeleid te gaan maken in het district. Dat ze aan het kijken zijn of ook grensoverschrijdende natuur binnen dat North Seaport District niet gemakkelijker zou kunnen ontwikkeld worden. Dat ze kijken hoe leefbaarheid van de haven met dorpskernen kan verzoend worden, maar in de internationale context en niet meer in de nationale context.
En eigenlijk zijn zij nu ook dit bestuurlijk aan het onderzoeken, wat hebben wij dan nodig? PGTS zou een mogelijkheid zijn, er zijn waarschijnlijk andere mogelijkheden. Maar dan zie je dat zo'n havenfusie ook wel een vliegwiel kan zijn voor andere maatschappelijke thema's. Soms met een groot impact op milieu, omgeving, klimaat of ook op mobiliteit en andere. Eens dat je gaat een gezamenlijke zoetwaterstrategie ontwikkelen, een gezamenlijke strategie rond mobiliteitspunten en fietsbeleid, dan ben je nieuwe stappen aan het zetten die eigenlijk die grens, ik zou zeggen, langzaam terug een beetje meer uitgommen en een grensoverschrijdende logica ook in andere terreinen laat binnensluipen dan wat tot nu toe wel gelukt is met de fusie. En ook dat is denk ik een mooi verhaal, hè? 100.000 jobs, een van de top 10 havens in Europa. Dus dat op zich was al als grensoverschrijdend initiatief fors. Maar wat wij ook gehoopt hadden, dat het een vliegwiel zou zijn om veel meer te doen, ook dingen met een ruimtelijk impact, is langzaam ook vorm aan het krijgen. En dat stemt iedereen tevreden in de regio. Want ook openbare besturen die voorheen nauwelijks met elkaar praten, zijn nu plots allemaal samen aandeelhouder en zijn een gezamenlijke agenda ook op andere vlakken aan het opbouwen. En dat is een beetje mijn devies. Kijk vooral naar de dingen die echt objectief waarneembaar zijn. Processen, procedures, besluitvorming van begrotingen. Hoe maak je een budget op? Wanneer moet je in een plan proces zitten om nog geld te krijgen, hou die jaren goed in het oor en mentaliteit en wat we dan echte cultuur noemen, dat is eigenlijk in mijn beleving een stukje folklore en dat lukt best allemaal aardig, is misschien zelfs leuk om dat dan soms wat te gaan uitvergroten en een element van sport van te maken, maar dat is best overwinbaar. Dat is een beetje mijn verhaal. Dankjewel Daan. Heel boeiend en zeker interessant om te zien dat de havenfusie ook een echte katalysator vormt voor de besturen aan weerskanten van de grens om echt ook die de koppelkansen te gaan detecteren en die ook in de praktijk te gaan brengen. Ik geef graag ook het woord aan Paul, directeur van de Vereniging Delta Metropool. Ik neem aan dat jij nog wel een aantal andere vragen hebt dan Daan. Ja, dankjewel Rien. Ik weet niet of ik al zichtbaar ben voor iedereen. Ik vond het volgens mij goed om het straks ook nog eventjes in de tijd dat we een ietsje ruimer de tijd hebben voor het debat erover te hebben. Maar het is toch interessant om te zien dat de Noordzeepoort wordt, denk ik, door vrijwel iedereen nu het er is, als een succes beoordeeld en ook zo gepresenteerd. Sterker nog, dat is misschien wel altijd de mooiste opening die je kan hebben als het gaat over de grensoverschrijdende kwesties. Dus ook nu weer, hè, dus dat, waarvoor dank. Interessant ook dat de nadruk eerder dus op het instrumentele vlak ligt. Ontdek waar die verschillen zitten en zorg dat je ze efficiënt oplost. Maar toch nog eventjes terug naar die totstandkoming wat mij betreft van de Noordzeepoort en de urgentie die daarachter schuil ging. Dus de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie heel belangrijk geweest in de totstandkoming, denk ik. Was het nou een gevoel van economische kans die daar zat of was het veel meer een gevoel van noodzaak, urgentie, doordat er bepaalde zaken niet goed gingen? Hè? Dus dat is ook in relatie tot de agenda die nu uit de Novi komt, wel interessant om even te beschouwen. Wat werkt? Kan je daar iets over vertellen? Het was, ja, in mijn beleving was het echt vanuit de kans. Ik denk, en de kans aan beide zijden van de grens, want dat was ook denk ik belangrijk. We hebben een aantal voorbereidende studies gedaan en een aantal scenario's uitgetekend waaruit dat blijkt dat de kans als we het samen deden om bijvoorbeeld meer jobs te creëren dan elk apart, om meer nieuwe bedrijven aan te trekken dan elk apart, maar bijvoorbeeld ook om investeringen veel slimmer te gaan doen, omdat je niet meer in een concurrentiepositie zit en die hebben dan ook een groot ruimtelijk en financieel impact, dat was de kans. Ja. Kijk je bijvoorbeeld naar de stand-alone situatie, dan zou Gent bijna verplicht, is niet waar, maar dan zou het logisch geweest zijn dat je bijvoorbeeld nieuwe dokken zou graven, ook op Gents grondgebied. Omdat je nu eenmaal in een concurrentiële positie nieuwe kaai-oppervlakten zou gaan claimen om de klassieke havenwerkzaamheden te doen.
In het gezamenlijke portfolio is dat niet meer aan de orde. En is het bijvoorbeeld veel beter om die bedrijven in synergie met de bestaande industrie te gaan inzetten voor nieuwe circulaire projecten of nieuwe projecten van klimaattransitie. Omdat je nu eenmaal die nautische mogelijkheden veel beter in Vlissingen hebt, waar je een diepgang hebt van 17 meter. Maar dan heb je aan de zuidelijke kant veel meer dat industriële en minder die nautische troeven, waardoor dat je dan eigenlijk toch zou geneigd zijn om op een minder goede plaats te gaan investeren in die puur nautische zaken, ook in het zuiden. Dus de kans lag daar zowel om het financieel beter te doen, als beter de bedrijven op de juiste plaats te zetten, als eigenlijk ook wel daardoor meer toegevoegde waarde, meer jobs te gaan creëren. En dat was de kans. Er waren uiteraard een aantal issues. Hè. Sluizenbouw zat financieel voornamelijk in het portfolio risico van havenbedrijf Gent. Want de Vlaamse overheid was de grootste financier en havenbedrijf Gent had zich geëngageerd om 15% te betalen. Dat was plots een gezamenlijk risico. En dan had je voor degenen die Zeeland wat kennen, de sanering van Termfos. Een heel groot terrein van 47 hectare, oude fosforfabriek. Een open-end sanering. Niemand wist goed waar we moesten aan beginnen. Nu is het afgerond, maar het heeft wel 140 miljoen euro gekost. Dus op het ogenblik van de fusie was dat ook een groot risico. Maar het zijn toch de kansen die ons hebben blijven doen doorzetten. En niet afknappen op risico. En blijkt ook vandaag dat die kansen gehonoreerd worden. Dat is natuurlijk interessant om te zien. Nou, dus dat is een drijvende kracht. Je ziet het ook terug, overigens zag ik in de rapportage, de monitoring van de Vlaams-Nederlandse Delta. Er is vrij stevige economische groei in de regio. Volgens mij groter dan in de omgeving. Hè. Dus, ik neem aan, dat heeft daar ook mee te maken. Is die link rechtstreeks te leggen met het succes van de Noordzeepoort qua economische groei? Ik denk het wel. We hebben dat ook gezien dat we na de fusie, natuurlijk COVID heeft daar dan terug een impact op gehad, maar dat we in de Hamburg-Le Havre range qua volume de grootste groeier waren. Nu, volume, denk ik, is in de toekomst van havens ook iets waar we niet te veel meer moeten op focussen, maar vooral op waardecreatie. In onze nieuwe strategie, die ongeveer klaar is, zal er niks meer staan over tonnageambities, maar alles over waardecreatie. Maar het zit hem ook soms in beiden. Zonder fusie waren wij moeilijk in staat om bijvoorbeeld voldoende lading te bundelen om binnenvaartshuttles op vlak van containers te hebben richting Antwerpen en Rotterdam. Sedert de fusie hebben wij meer dan 200.000 containers van de weg gehaald, omdat ons product binnenvaartshuttle robuust genoeg is om zowel Antwerpen als Rotterdam te feederen. Dus dat geeft ook niet alleen opportuniteiten puur in ons verdienmodel van meer op het water, maar ook in de omslag die je toch als regering in havens wil maken naar meer duurzame transporten. Als je kijkt naar dat spoorprogramma is dat hetzelfde. Zonder fusie zouden wij geen gezamenlijke spoorstrategie hebben. Maar als je ze niet gezamenlijk hebt, dan ontsluit je terneuzen niet en dan is dat gewoon een gemiste kans in je modal shift. Dus ook in duurzaamheidsprojecten is over die grens kijken een enorme troef. Zelfs op industrieel vlak waar een CO2-leiding tussen Douw en Arcelor de grondstof van de een, of de afval van de een kan leveren als grondstof aan de ander. Maar dat soort projecten realiseren in een niet gefuseerde omgeving, in een concurrentiële omgeving, is altijd een bijkomende belemmering. Ja, helder. Dus dat geeft heel duidelijk aan, die economische groei is ook weer belangrijker voor die gevoelde urgenties op die andere domeinen. Dat zie je denk ik ook in het ontstaan van de Noordzeepoort District. Hè? Dus de hele ruimtelijke setting en alle vraagstukken die daarbij uitkomen. Kijk, daar gaat ook meteen een vraag over. Hè? Klopt die analyse, dus die eerst gevoelde kans van een economisch perspectief en kans die we daar zien liggen, leidt eigenlijk vrij automatisch tot allerlei andere vraagstukken die misschien meer als urgenties kunnen worden gezien, die je dan in die gezamenlijkheid kan oplossen. Klopt dat? Ja, dat klopt. En je leert ook van elkaar daarin. Hè? En dan is soms het land dat voorsprong neemt, voor ons een goede inspirator. Ik denk als je soms kijkt naar klimaatambities, bijvoorbeeld is Nederland nu iets verder al in zijn ambities dan België en Vlaanderen. Ik denk dat daar nog een beetje communautaire ruis op zit en er is eigenlijk geen gemeenschappelijk klimaatplan. Maar wij zien in ons industrieel weefsel van de
klimaatambities in de regio, dat die zich wel al volop inschrijven in die Europese ambitie. Ook de industrie aan, het Belgische, aan de Belgische kant, ook al is daar eigenlijk nog geen definitief plan of geen even ambitieus plan als in Nederland. Wij hebben een gezamenlijke roadmap voor heel het havengebied van min 55% CO2 richting 2030 aan. Dus dat zijn van die zaken waar je elkaar inspireert, maar ook synergieën kunt gaan vinden met elkaar over de grens. In warmtenetten, in CO2-netten, in waterstofproductie, import. En dat zal in de toekomst denk ik nog veel meer dan dat we het zelfs gehoopt hadden bij de fusie, in mijn beleving het verschil kunnen maken. Dat je bijvoorbeeld ook in zaken waterstof, als je dat in een gebiedsgerichte importstrategie gaat bekijken, dat dat ook veel makkelijker is dan dat je dat in een Vlaams-Nederlandse tegenstelling moet gaan doen. Ja. Helder. We komen daar straks ook nog verder over te spreken, ook daar weer over het ontdekken van die verschillen in plannings- en uitvoeringsprocessen. In die zin van hoe ga je daar dan ook in de praktijk mee om? Want daar zitten natuurlijk altijd uiteindelijk nog wel wat beren op de weg om te zien hoe je dat voor elkaar krijgt. Maar misschien toch nog even voor nu de laatste vraag en kwestie. Als je nou nog wat breder naar de bigger picture kijkt. Rien introduceerde het al. We kijken steeds meer naar die hele verstedelijkte delta die uiteindelijk toch zo'n bijna 40 miljoen mensen omvat. Hè. Een enorm gebied, een achterland. Wat zou je dan wensen in termen van andere vormen van samenwerking in die Eurodelta? En zie je dat ook komen? Hè? Krijgen we dat gerealiseerd? Ik denk dat het nodig is dat er ook eigenlijk verdere vormen van verknoping, zal ik het maar noemen, zowel ruimtelijk als naar infrastructuur nodig gaan zijn. Als we echt de vraagstukken rond klimaat en nieuwe vormen van energie verder willen bekijken, dan moet je bijvoorbeeld ook in een gezamenlijkheid, en dan spreek ik terug vanuit mijn economische kennis en industriële kernen, dan ga je bijvoorbeeld ook een gezamenlijke strategie moeten ontwikkelen, bijvoorbeeld over aanlanding van windparken. En dat heeft ook weer een ruimtelijk impact daarna. Maar je zit nu eenmaal met die kernen van industrie rond Antwerpen, Gent, Rotterdam en dan het Roergebied, alleen Noordzeeport is een algemeenheid. En als je bijvoorbeeld die hele energiebevoorrading anders gaat organiseren in de toekomst, dan zou je bijvoorbeeld ook iets hoger in de helikopter moeten gaan zitten om de aanlanding van windparken niet vanuit de nationale bril, maar een eerder binationale of zelfs een ruimere bril te gaan bekijken. Met logische tracés daarna, liefst zo dicht mogelijk bij de industriële kernen binnenkomen, om ook uw ruimte-impact eigenlijk heel lang over land niet te groot te maken. En daar moet je ook een strategie op ontwikkelen, is geen makkelijk. Hè? Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de Leidingenstraat, die men nu wil uittekenen ruimtelijk van de Antwerpse haven richting Roergebied, ja, dat is een zeer gecontesteerd dossier. Dus ik ga daar ook geen uitspraak over doen, is dat dan goed of niet goed. Maar dat soort gezamenlijke aanpak en grote connecteerbaarheid is een zeer moeilijke oefening. Vandaar dat je ze in mijn beleving nog meer gezamenlijk moet doen. Het zou jammer zijn dat je vanuit een concurrentiële positie vanuit Antwerpen en Rotterdam dezelfde ambitie hebt met hetzelfde ruimte-impact op je omgeving en tientallen gemeenten en natuurgebieden, als daar misschien een gezamenlijke approach een slimmere zou kunnen zijn. En ik heb ook wel het gevoel dat we op dat vlak naar elkaar aan het groeien zijn. Dat in zaken klimaat en dit soort investeringen, de havens weten dat ze eerder bondgenoot zouden moeten zijn dan concurrent. In zaken klimaat en energie mag je geen concurrent meer zijn of we gaan het niet halen. Alleen zijn we het op sommige andere vlakken, bijvoorbeeld aan containertransporten tussen Antwerpen en Rotterdam, nog zo scherp dat het soms niet makkelijk is van je pet te draaien een halve dag nadat je terug een grote klant gewonnen of verloren hebt, om dan te zeggen, maar hier zijn we objectieve bondgenoot. Dat is een moeilijke. En daar moeten we nog over denken. En dat is voor ons iets makkelijker, omdat wij net in al die niches actief zijn. Wij willen geen grootschalige containertrafieken. Wij willen bepaalde dingen niet. Heel bewust niet. Eén, omdat het economisch onzinnig zou zijn tegen de twee grote. En omdat we ons op die niches concentreren. Dus ik heb makkelijk praten. Als de helft van je business afhangt van containers, en dan wil je vrolijke vrienden zijn met je grootste concurrent, dan kan er nog wel wat ruis op de plaats zitten. Ja, helder. Dus wat dat betreft, de richting is wel duidelijk, maar hoe snel we dat voor elkaar krijgen is een vraag. Komen we straks zeker ook nog over te spreken. Ik denk zeker ook in verband met de verdere Europese eenwording en wat daar allemaal op plaatsvindt.
Maar voor nu dank. Straks spreken we nog even verder. Ik geef het woord weer even aan Rien. Dankjewel, Daan en Paul. Laten we eventjes overgaan naar onze tweede spreker vandaag. Vincent Pijnenburg. Hij is lector van het Fontys Lectoraat Cross-Border Business Development in Venlo. Venlo, voor degenen die dat niet weten liggen, dat is een zeer Duits gerichte stad in Nederland, op de grens Nederland-Duitsland. Hij doet onderzoek naar de invloed van de grens op de omgeving. Mensen noemen hem ook wel eens de Euregiograaf. Euregiograaf, moet ik zeggen. Vincent is planoloog van opleiding. Hij heeft in 2019 zijn proefschrift verdedigd met de titel Collaborative Borderscaping in the Dutch-German Borderland Towards a Practice in Cross-Border Planning. En in 2020 voerde hij samen met het Grensinstituut ITEM van de Universiteit Maastricht de grenseffectenrapportage uit. Hij is daarin nagegaan wat de mogelijke effecten zijn van de NOVI, de Nederlandse Nationale Omgevingsvisie, op grensoverschrijdend samenwerken. En daar gaat hij ons dadelijk zeker wat meer over vertellen. Naast zijn professionele activiteiten is Vincent verder ook voorzitter van de grensoverschrijdende businessclub Maas-Rijn. En hij is ook voorzitter van de commissie internationalisering van ondernemend Venlo. Dus ja, die grens die is duidelijk aanwezig in zijn hele curriculum. Vincent, aan jou het woord. Yes, dankjewel Rien voor de mooie, omvangrijke introductie. Ik ga allereerst proberen mijn scherm te delen. Dat gaat hopelijk lukken. Volgens mij lukt dat. Even kijken, de presentatiemodus aan. Misschien even een korte bevestiging dat die aanstaat. Perfect. Kijk, top. Ja, dank allereerst voor de uitnodiging om wat meer over mijn onderzoekservaringen van afgelopen jaren te mogen vertellen. Wat met name gericht is op regionale planvorming, ruimtelijke ontwikkeling langs de Nederlands-Duitse grens met name. En ook met name wat gebeurt er over de grens als centrale vraag. Wat gebeurt er eigenlijk gezamenlijk op het gebied van grensoverschrijdende planvorming? En het leek me wel leuk om met deze paar afbeeldingen te beginnen. Wat een onderdeel is van mijn proefschrift, van mijn PhD een aantal jaren terug, waarin ik heel bewust van Nijmegen tot Sittard ongeveer de grens ben gaan volgen, te voet, de fiets, de auto, waar het mogelijk was, om een beter beeld te krijgen bij die grensdynamiek. Wat kenmerkt de ruimte nou eigenlijk zo'n grensgebied? Wat kom je daar tegen? En dat varieert ontzettend vanuit een bepaalde desolaatheid, geheimzinnigheid, wat verlatenheid, veel doodlopende straatjes, paadjes, wat grenscafés, tot de ambities die er lagen om een grensoverschrijdend bedrijventrein op te richten. Er is er reeds een in Avantis, zelf in Zuid-Limburg, het Avantis bedrijventrein tussen Heerlen en Aken. Maar ook in Venlo, Nettetaal, Tegelen, Veneten afgekort, waren er ook ooit ambities om voor dat gebied een bedrijventrein te ontwikkelen, dat grensoverschrijdend vormgegeven zou moeten worden. Nou goed, ik heb echt letterlijk duizenden foto's gemaakt, maar dit was een kleine uitsnede en introductie van mijn verhaal. Ik ga met name kort wat laten zien wat mijn belangrijkste bevindingen zijn van de afgelopen jaren. En die onderzoeken die zijn uitgevoerd, die zijn eigenlijk in deze drie documenten ook vastgelegd de laatste tijd. Dat begon allereerst in 2017 met een, ja, ik zeg maar even de praktische variant van mijn proefschrift. Een toekomstvisie was dat voor het grensgebied Noord- en Midden-Limburg en het Duitse aansluitende Niederrhein-gebied. Vervolgens resulteerde dat in mijn zeer theoretisch georiënteerde proefschrift met de titel die net al doorheen genoemd werd. En afgelopen jaar de grenseffectrapportage die samen met de Universiteit Maastricht het Grensinstituut ITEM is uitgevoerd. En daaruit komen eigenlijk de volgende resultaten naar voren. Die wil ik eigenlijk puntsgewijs even kort aanstippen. Zometeen is ook nog alle ruimte om daarover in discussie te gaan. En nogmaals, ik richt mij met name op de Nederlands-Duitse context situatie. Dus in iets mindere mate op de Belgisch-Nederlandse context.
Ja, wat zien we als we eigenlijk aan de ruimtelijke ordening anno 2020, 2021 hadden moeten zijn gaan kijken? Dan zien we eigenlijk dat er in het grensoverschrijdende netwerk, in de regionale bubbel zou je kunnen zeggen, langs de Nederlands-Duitse grens, heel weinig aandacht is voor het integraal kijken naar ruimtelijke vraagstukken, naar ruimtelijke opgaven. Dat gebeurt met name heel projectmatig als het om bijvoorbeeld een grensoverschrijdend fietspad gaat. Ik noem maar een voorbeeld, wat dan vaak middels Interreg subsidiemiddelen gefinancierd wordt voor een bepaalde looptijd. Maar echt integraal van onderuit naar een naar de opgaven kijken die er in een grensoverschrijdend gebied zijn, met de verschillende bevoegdheden en weerszijden van de grens die erbij betrokken zouden moeten zijn, dat gebeurt eigenlijk niet. Tegelijkertijd zien we eigenlijk andersom, dat er ook binnen het ruimtelijke ordeningsnetwerk, bolwerk, hoe wilt, weinig aandacht is voor specifiek de grenscontext, de dynamiek in grensregio's. Dat is heel veelzijdig en heel multisectoraal, multidisciplinair. Of het nou gaat om consumentenstromen in relatie tot de detailhandel, de retailsector of over grootschalige infrastructurele verbindingen, of het nou over water, weg of spoor gaat. Het varieert enorm, maar er is relatief weinig aandacht voor echt de grensdynamiek in een grensregio. Wat doet zo'n grens nou eigenlijk met die regio daaromheen? We zien natuurlijk dat er wel op Europees niveau, toch even de stap maken naar het Europese kader, ruimtelijke richtlijnen, beleid wordt ontwikkeld om ruimtelijke ordening vorm te geven. Daar ligt niet de pure bevoegdheid. En wat er op Europees schaalniveau ontwikkeld wordt, zien we vaak dat heel erg verticaal, als het ware, de lidstaten in vertaald wordt, afhankelijk van de situatie ter plekke. Maar dat de horizontale samenwerking tussen die lidstaten verbetering behoeft. Afhankelijk van het sectorale thema vindt er wel vaak sectorale afstemming plaats. Soms op nationaal niveau, soms op regionaal niveau of provinciaal niveau. Maar echt structureel, integraal met elkaar op ruimtelijk ordeningsniveau het gesprek voeren, dat ontbreekt tot dusver. Dus er is wel een heel mooi gremium dat daar invulling aan zou kunnen geven. In 1967, meer dan 50 jaar geleden inmiddels, is de Nederlands-Duitse of Duits-Nederlandse Commissie voor Ruimtelijke Ordening opgericht. Langs de Nederlands-Duitse grens om ruimtelijke ordeningsvraagstukken te adresseren, uit te wisselen. En daarvoor is een commissie Noord en Zuid, die min of meer gezamenlijk het hele Nederlands-Duitse grensgebied vertegenwoordigen, zijn er ontwikkeld of zijn er samengesteld. Maar de intensiteit van die uitwisseling en de impact die eruit naar voren komt, die is redelijk gering. En datzelfde geldt eigenlijk als je gaat kijken van wat doet een EU-regio of de verschillende EU-regio's langs de Nederlands-Duitse grens, met name de binationale regio's, maar ook in het zuiden van de provincie Limburg is het een onderdeel van een trinationale regio. Wat doen zij eigenlijk nu op ruimtelijk ordeningsgebied? En ook daar is de conclusie dat ruimtelijke ordening als integraal thema onvoldoende op de agenda staat. Wat zijn de oorzaken dat die samenwerking wat moeilijk van de grond komt? Dat het niet van origine vanzelf eigenlijk een vanzelfsprekendheid is? Even los van wetgeving en bevoegdheden. Als we naar cultuur kijken, dan zien we ook dat de Nederlandse en Duitse, ik heb staan Duitse, maar ook in Duitsland heb je een federaal systeem waarbij iedere lidstaat, 16 lidstaten, de Bundesländer, 16 systemen hebben waarbij natuurlijk wel tussen veel Bundesländer het planningssysteem redelijk overeenkomt. Maar ook daar zitten wel verschillen, dus dat is goed om rekening mee te houden. Ik heb met name naar de Noord-Rijn-Westfaalse systemen gekeken en we zien dat dat heel erg verschilt met het Nederlandse systeem. Even heel gechargeerd gezegd, het Nederlands wordt heel erg gekenmerkt door de integraliteit, door informele, vaak ook participatieve karakter, ook kenmerken die bij de NOVI horen, de nationale omgevingsvisie die ontwikkeld wordt of in ontwikkeling is, met de uitwerking daarvan in de verschillende NOVI-gebieden in Nederland, kom ik zo meteen op terug. Maar dat matcht niet altijd met de veel hiërarchischere Duitse planningcultuur, waarbij bevoegdheden anders georganiseerd zijn. Om maar een klein voorbeeld te noemen, in Duitsland wordt een burgemeester gekozen, een bijgeordnete, die vaak wordt vergeleken met een wethouder in Nederland, maar wat eigenlijk helemaal niet één op één dezelfde functie is.
wordt aangesteld, wordt juist weer niet gekozen in tegenstelling tot in Nederland. Dat zijn allemaal aspecten die meespelen in het politieke proces. En daarbij is het zo dat de ambtelijke tak in Nederland veel meer vrijheid, bewegingsvrijheid en ook veel meer de mogelijkheid heeft om zelf thema's, opgaven te agenderen, ook bij een wethouder of op provinciaal niveau bij gedeputeerde staten bijvoorbeeld, dan dat in Duitsland ter sprake is. Daar is het veel meer de bijgeordnete zegt dat het zo en zo gebeurt en dan wordt er volgens de formele regelgeving uitgevoerd. Maar het zijn echte verschillen waardoor zo'n samenwerking moeilijk van de grond komt. Afgelopen jaar hebben we specifiek voor de NOVI, de nationale visiedocument voor de nationale omgeving, voor de ruimtelijke ordening, voor de lange termijn. En we keken wat kan dat nou betekenen voor de grensoverschrijdende samenwerking. Want het thema internationaal staat daarin centraal. Heeft in ieder geval een prominente plek gekregen. Maar wat betekent dat nu? En welke kansen zijn er? En wat gebeurt er al? En in hoeverre is de NOVI eigenlijk bekend in Duitsland, maar ook in België? We hebben dat voor het grensgebied rondom Zuid-Limburg gedaan. En dan zien we eigenlijk dat vooralsnog heel erg een proces is waarbij gezegd kan worden, de liefde komt slechts van één kant. Het is een Nederlands initiatief. Wat we vaak zien dat vanuit de pragmatische werkwijze dat wij Nederlanders een idee hebben, een plan hebben dat graag breder integrale aanpakken. Maar op het moment dat de liefde niet aan de andere kant van de grens aanwezig is, is het heel moeilijk om een gezamenlijk gedragen proces tot stand te brengen. De NOVI is daar op zich een voorbeeld van. Tegelijkertijd zien we dat juist het NOVI-gebied Zuid-Limburg eigenlijk aangegrepen wordt als een mogelijke casus om juist van vooraf aan met alle zijden van de grens met elkaar in gesprek te gaan, om vanuit de opgave en de inhoud te kijken van wat is er nu eigenlijk mogelijk om gezamenlijk visie te vormen, om een strategisch plan te maken. Ik zag onder meer dat Olaf van Leeuwen ook vandaag hier in de meeting zit, die namens de provincie Limburg hier ook actief bij betrokken is. Dit kan een hele mooie aanvliegroute zijn om het juist wel van onderuit stap voor stap een positie te geven. Tot dusver, voorafgaand aan het aanwijzen van het NOVI-gebied, was het vooral een nationale uitwisseling van de ontwikkelingen binnen zo'n NOVI-ontwikkeling, tussen het Rijk en tussen de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Het was slechts sporadisch gespreksonderwerp op een lager subnationale level, binnen de regio's, binnen die Duits-Nederlandse Commissie Ruimtelijke Ordening, tussen gemeentelijke bilaterale overleggen over de grens, bijvoorbeeld tussen Venlo en München-Gladbach of Venlo en Krefeld, waar tussen veel contact is. Daar stond niet op de agenda. Dus het bleef heel erg hangen op dat nationale niveau. En waren ooit wel in 2017-18, in de tijd van de ontwikkeling van de NOVI, van de NOAA nog, de Nationale Omgevingsagenda, de voorloper op de NOVI, er werden enkele internationale werkplaatsen georganiseerd, waarbij ook Duitse en Belgische gasten bij werden uitgenodigd. Goed, daar is het toen bij gebleven, dat was een mooie eerste aanzet. Maar daarna is het eigenlijk jarenlang wat stiller geweest, waardoor het nu opeens met die NOVI-gebieden toch wel weer redelijk out of the blue komt dat daar een bepaalde actie grensoverschrijdend opgepakt wordt. Ik spring hier even wat sneller doorheen. Ik sluit af met een aantal succesfactoren die niet alleen maar uit de NOVI-analyse van afgelopen jaar komen, maar ook uit mijn eerdere proefschrift en praktische documenten van wat ik liet zien. Wat zijn nou succesfactoren om in ieder geval de samenwerking binnen het ruimtelijk domein te laten slagen? Wat ik geconstateerd heb is dat voor 90% van de, laten we zeggen, de planologen bijvoorbeeld binnen de lokale, regionale, nationale overheid, 90% is onbekend met het planningssysteem in het buurland. Met de bevoegdheden, met de governance structuren en alles wat erbij komt kijken. Het wordt dan heel erg lastig om planning, samen plannen te maken. Dus die kennis en dat empathische vermogen, het inlevingsvermogen is ontzettend belangrijk en vaak ook echt een eerste stap die nodig is om überhaupt stap 2 te kunnen zetten. Met andere woorden, wie doet wat en wie mag wat. De liefde moet van twee kanten komen, dat zei ik net al. En met name vanuit de inhoud en de opgave zouden we elkaar veel meer moeten gaan zoeken. En dat wordt nog wel eens vergeten.
wat is nou echt de urgentie om zaken gezamenlijk op te pakken? Dus niet grensoverschrijdende samenwerking om grensoverschrijdende samenwerking, maar omdat er opgaven liggen over klimaat, over energietransities, over infrastructuur, over waterverbinding, et cetera, et cetera. Dat zou veel meer leidend moeten zijn. En dan krijg je ook aan beide kanten een soort van eigenaarschap, waardoor het gesprek een vervolg kan krijgen. Tot slot, de laatste decennia hebben uitgewezen dat het wijzigen van de wetgeving rondom de ruimtelijke ordening vanuit een grensoverschrijdend perspectief een brug te ver is. Daarom is het ontzettend belangrijk dat je vooral vanuit die informele planning gaat kijken hoe je draagvlak kunt creëren binnen beide systemen aan beide kanten van de grens. En daarvoor heb je vooral mensen nodig. Mensen kunnen dat verschil maken. De systemen zelf die zijn wat minder dynamisch, om het zo te zeggen. En mag in mijn ogen wat minder van verwacht worden qua veranderingsbereidheid. Dat tot slot als introductie. Ja, ik ben heel benieuwd naar de vragen die we niet kunnen zien, maar die zullen er vast bij zijn gekomen, Rien. Dankjewel, Vincent. We horen inderdaad graag bij ons publiek. Hè. Herkent u de conclusies en de succesfactoren die Vincent noemt? Of heeft u misschien andere ervaringen rond grensoverschrijdend werken? Laat dat zeker weten in de chat en we komen er later op terug. Stel voor dat we meteen doorgaan naar onze derde en laatste spreker, Clemens de Olde. Die kijkt weer vanuit een hele andere invalshoek naar de landsgrens. Opnieuw de Belgisch-Nederlandse landsgrens in dit geval. Clemens is stads- en cultuursocioloog. Hij bestudeert in zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Antwerpen de Vlaamse houding ten aanzien van verstedelijking aan de hand van het begrip planningscultuur. Hè, dus dat staat echt wel centraal vandaag. Clemens is Nederlander in Vlaanderen, dus hij bekijkt die Vlaamse planningspraktijk eigenlijk van buitenaf, wat een heel interessant perspectief geeft, zowel op Vlaanderen als op Nederland. Clemens schreef ook meermaals voor het Nederlandse Vlaamse vaktijdschrift Agora. En op rondleidingen voor studenten en andere geïnteresseerden nuanceert hij ook als geen ander de Vlaamse praktijk voor Nederlanders en andersom. Clemens, aan jou het woord. Ja, dankjewel Rien. Mijn presentatie is zichtbaar? Ja, die is zichtbaar. Okay, prima, dankjewel. Dankjewel voor de introductie, voor de uitnodiging. En ik heb daar eigenlijk niets meer aan toe te voegen, dus we gaan direct van start. Ik bekijk inderdaad de Vlaamse planningspraktijk toch een beetje van buitenaf. Inmiddels ben ik al 8 jaar in Vlaanderen, dus ik begin langzaamaan ook een heel klein beetje native te worden. Maar in die afgelopen 8 jaar heb ik inderdaad een heleboel planningsprocessen, verstedelijkingsprocessen geanalyseerd en mij daar soms over verwonderd en ook met een soort van spiegelbeeld mij dan ook weer verwonderd over de Nederlandse situatie. Rien zei het al, ik geef af en toe ook rondleidingen in Antwerpen vooral, of rond Antwerpen vooral. En wat ik dan vaak tegenkom bij Nederlanders die ik rondleid, is zoiets als de vraag van waarom is het hier eigenlijk zo rommelig of zo onrustig? Dat wil men ook nog wel eens vragen. En dat is heel sterk natuurlijk een nationalistische bias. Hè? Dat is een vraag die iemand stelt die uit een land komt waar de ruimte ongekend geordend is. Dat is ook wel breed bekend. Dat wat Auke van der Woud heel mooi genoemd heeft, de rationele ruimte, dat in Nederland zeer ver is doorgevoerd. De planologie is zeer ver tot de ruimte doorgedrongen. En dat is dus ook mijn eerste stap eigenlijk voor dat wederzijds begrip. En daarmee sluit ik me helemaal aan bij wat Vincent net zei. Is van je moet als het ware van buitenaf naar binnen leren kijken. Hè? Je moet leren zien waar je zelf de uitzondering in bent. Of waar je zelf
heel eigenaardig in bent. En dat is dus ook het eerste wat ik dan mijn Nederlandse gasten meegeef. Van ja, realiseer je goed dat je met een heel welbepaalde blik kijkt. En ik zal dan proberen te vertellen of te nuanceren hoe de ruimtelijke ordening zijn beslag krijgt in Vlaanderen. Ik kan me ook aansluiten bij de eerste presentatie, wat Daan daarin zei, dat de grote verschillen in die grensoverschrijdende samenwerking waarschijnlijk niet zozeer zitten op taal of cultuur of cultuur in de enge zin van gebruiken. Misschien is dat een beetje folklore, maar als cultuursocioloog kijk ik natuurlijk juist naar die folklore. En wel in de originele betekenis van het woord, hè, de volkenkunde of het geheel van traditionele gewoonten en cultuur in een bepaalde gemeenschap. En inderdaad, in mijn proefschrift, in mijn doctoraat, gebruik ik dan die term planningscultuur. Die is bedacht ook door een Duitser trouwens, door Frank Otengraven. Die daar eigenlijk het geheel van de waarden, gewoonten, houdingen, overtuigingen mee bedoelt. Die mensen bezigen, die bezig zijn met ruimtelijke planning. Dus wat hij heeft genoemd de built environment professionals. En als ik met die blik naar Nederland en Vlaanderen kijk, dan vallen er een aantal verschillen op. En ook daarmee sluit ik mij dus bij Daan aan. Het is juist die politieke cultuur die heel erg verschilt. En dat wordt ook heel mooi beschreven in het zeer recente boek, waar je hier het plaatje van ziet. Een politieke geschiedenis van de Lage Landen, van de Benelux. Dus ook zeker Franstalig België hoort daar dan bij, in Luxemburg. Waarin de auteurs een aantal overeenkomsten en verschillen laten zien. En één heel mooi verschil vond ik dat men zegt van de Lage Landen delen een onderhandelingscultuur. Hè, dat is heel centraal in deze contraien. Maar die onderhandelingscultuur heeft wel een verschillend doel. In Nederland is er een soort van impliciete belangengemeenschap die waar er vanuit wordt gegaan dat men is gediend bij een gedeeld draagvlak. Dus men moet consensus bereiken, want we hebben allemaal belang bij een bepaald onderwerp. En je kunt bijvoorbeeld denken aan de klimaattafels die een aantal jaar geleden georganiseerd zijn in Nederland. En je kunt het erover hebben van, wil je een beetje meer van of een beetje meer van de andere maatregel, maar de impliciete overtuiging is, we zijn allemaal gediend bij dat gemeenschappelijk belang. Terwijl die consensus in België wat meer is gericht op wat de auteurs noemen de machtsverkaveling. En in die zin is wellicht het Belgische systeem, lijkt het een klein beetje meer op hoe Vincent het Duitse systeem ook beschreven, de machtsafstand tussen politiek en uitvoerders of ambtenaren, administraties, ministeries, is een stukje groter. En dat is dan ook het tweede punt, hè, wat die politieke cultuur heel erg kenmerkt. Je zou in Nederland een bestuurder, ik heb politicus gezet, maar dat moet natuurlijk een bestuurder zijn, kunnen zien als een CEO van zijn ambtelijke organisatie. Iemand die daar relatief dichtbij staat, uiteraard politieke belangen heeft, maar ook toch een vrij groot zicht op die uitvoering. Hè. Het doe iets in Nederland is heel belangrijk. En dat wordt ook gereflecteerd in groot landenvergelijkend onderzoek op de variabele institutioneel vertrouwen. Als je dan kijkt in het European Social Survey bijvoorbeeld, een zeer grootschalig onderzoek dat elke 4 jaar wordt uitgevoerd, dan zie je dat Nederland op Europees vlak heel hoog scoort als het gaat over het vertrouwen dat mensen hebben in die instituties. En België zit daar een stuk onder. Dat doe iets trouwens, vind ik een hele mooie. En daar laat ik eventjes een van mijn favoriete kunstwerken in Amsterdam zien, bij het metrostation Lieboudstraat, waar de voorbijganger wordt opgeroepen om toch vooral iets te doen. En als je dan kijkt in de kunstcatalogus van de gemeente Amsterdam, ik lees het even voor, de beschrijving. Dit kunstwerk is een positieve aansporing voor alle passanten op de Lieboudstraat. Het werk heeft hopelijk een positieve weerslag op het humeur van de duizenden voorbijgangers die hier elke dag passeren. Dus het doe iets wordt zeer positief
beschouwt. En dat is een interessant verschil waar ik totaal niet mee wil zeggen dat er in Vlaanderen of België niks gedaan wordt. Hè. Zeer zeker niet. Maar er is een heel sterke focus in Nederland op die uitvoering. En we moeten door, we moeten verder, kom op. Hè. Stilstand is achteruitgang, kun je zeggen. In Vlaanderen zit het iets anders. Hè. De politiek, zeker op Vlaams niveau, federaal niveau, lokaal niveau, is dat iets minder het geval. Gelukkig zou ik willen zeggen. Zijn parallele werelden. Hè. De Vlaamse minister van Omgeving zit niet op dezelfde locatie als haar ministerie, bijvoorbeeld. Hè. Wordt omringd door een kabinet van politiek adviseurs, communicatiemedewerkers, et cetera. En dat maakt het eens te meer belangrijk dat de relaties in overlegprocessen zeer goed zijn. Hè. Dus de focus op dat proces ligt ook op vooruitgang, maar ook heel erg op het onderhouden van die goede relaties. Omdat als die wegvallen, dan gebeurt er helemaal niets meer. Je ziet dat ook in het onderzoek van Hofstede, waar van alles op aan te merken valt, maar hierin volg ik hem wel. He, dat hij vindt, ook weer in landenvergelijkend onderzoek, een grotere machtsafstand en onzekerheidsvermijding. En als socioloog zou ik willen zeggen, dat heeft van alles te maken met hoe dat politieke systeem is ingericht. Dan een klein puntje hier, maar toch leuk om even aan te stippen, is dat met dat verschillende planningslandschap de positie van de planner, de planoloog, ook sterk varieert. He, in Nederland is de planoloog, maakt hij bijna onderdeel uit van een soort van professionele klasse. Het is een zeer zelfverzekerde beroepsgroep. Planologie als praktijk is eigenlijk een gevestigd paradigma dat zelden nog in vraag gesteld wordt. Ook al is er op nationaal niveau een stuk afgebouwd de afgelopen 10 jaar, er is nog altijd in het hele land veel planningscapaciteit. En misschien komt dat ministerie er ook weer aan. En je ziet die capaciteit bijvoorbeeld ook bij een vereniging Deltra Metropool. Als ik de wekelijkse nieuwsbrief lees, die uitgaat over het nieuws op ruimtelijk vlak, dan is dat altijd een nieuwsbrief van meer dan 10 pagina's. Hè. Dat is er gebeurt zeer veel. In Vlaanderen zit het toch iets anders. Vlaanderen is natuurlijk qua bevolkingsaantal ook een derde van Nederland. Ook dat moeten we niet vergeten. En is ruimtelijk planner, je zou kunnen zeggen, een knelpunt beroep. Het is niet officieel zo aangemerkt, hè, als aandachtsgroep waaraan gewerkt moet worden. Maar als je kijkt naar de vacatures die bestaan, openstaan, opnieuw worden uitgebracht, zeker bij veel gemeentes, bij lokale overheden, dan zou je kunnen zeggen, er zijn eigenlijk veel te weinig planners. Daarmee zijn er minder instituten, minder capaciteit. Er zijn geen planbureaus bijvoorbeeld. Dus dat is een groot verschil, ook voor de dominantie die een planologisch paradigma heeft in het publieke debat bijvoorbeeld. En ook aansluitend bij wat ik eerder zei over de politieke cultuur, zie je dat er in Vlaanderen ook relatief vaak een roep is, een vraag is om een sterke voortrekker in een proces. Hè? Een persoon, liefst iemand met enige, die enig gewicht in de schaal kan leggen om een bepaald planningsproces te laten slagen. Je zou kunnen zeggen, er is wat minder vertrouwen in het proces aan zich en daardoor wordt het belangrijker dat de mensen in dat proces het toch kunnen laten slagen. En dan tenslotte een verschil om aan te stippen waarin je ook die verschillende planningsculturen weer ziet, is de transitie van het sectorale ruimte naar het geïntegreerde omgeving, naar de bredere omgeving. Dat is een beweging die in beide gebieden aan de gang is. En in Nederland wordt ingezet met de omgevingswet als een heel groots project. Hè. De superlatieven zijn niet van de lucht. Het is de grootste wetgevingsoperatie sinds de grondwet van Thorbecke. Het glimt van trots, zou je kunnen zeggen, dat discours. Maar de keerzijde is ook weer dat het nu al jaar na jaar wordt uitgesteld. Hè. Recent is het nog weer vooruitgeschoven tot medio 2022, omdat de ICT rond die omgevingswet dusdanig complex is dat het nog lang niet bruikbaar is. Daartegenover in Vlaanderen kun je dan zien dat er ook die focus is op het verbreden van alleen de focus op ruimte en wat moet precies waar, en breder naar een geïntegreerde omgevingsbenadering, maar dat geleidelijker aangaat.
Het departement omgeving is een naamswijziging die 4 jaar bestaat. Dat masseert zachtjes door een studieopdracht hier, een pilotproject daar. En langzaamaan probeert men op die manier die omgevingsbenadering ingang te doen vinden. Maar dat wordt lokaal ook zeker met skepsis ontvangen. Ik heb 2 jaar geleden een onderzoek gedaan naar die transitie, naar het omgevingsdenken. Een drietal lokale overheden daarover gesproken. En ik kreeg heel vaak de reactie, wat hebben ze in Brussel nu weer bedacht? Dus toch ook een beetje de indruk van, goh, er zijn zoveel problemen nog op te lossen, moeten we dit er nu ook bij gaan doen? Dus daar is dat discours heel anders. En daarin toont zich ook weer die machtsafstand trouwens. Dan wil ik afsluiten met goed bedoelde raad. Voor enerzijds de Nederlanders die beginnen aan een grensoverschrijdende samenwerking. Wil ik graag benadrukken het belang van die goede verhoudingen, van dat proces. Neem daar de tijd voor. Ga ook vooral in het begin van een proces niet doordrukken. Hè? Want dit was toch de afspraak en waarom is dat nog niet gebeurd? Dat doet de zaak meestal geen goed. Weifeling die nog wel eens ter sprake komt, als Nederlanders het ook hebben over hun Vlaamse collega's, weifeling of enige aarzeling, is geen blijk van onkunde, zeer zeker niet. Maar het kon wel eens een uiting zijn van die onzekerheidsvermijding in een complex bestuurlijk landschap. Laat ons eerst eens even kijken of alle neuzen wel dezelfde kant op staan voordat we doordenderen met het proces. En andersom, voor de Belgen die grensoverschrijdend samenwerken, zou ik zeggen, hart u voor het hart op de tong. Hè. Vaak alles willen zeggen is een heel Nederlandse culturele, wellicht folkloristische, maar toch zeker bestaande eigenschap. Wees niet te afwachtend en wees je bewust van de performatieve waarde, zoals wij sociologen zeggen, hè, dus de symbolische waarde van het doe iets. Hè. En soms is dat belangrijker dan de inhoud, hè, om te tonen van ja, wij gaan hier gretig mee aan de slag. Dat toont een bepaalde houding die het kunstwerk indachtig positief wordt beschouwd. Goed, tot zover wat ik te zeggen had. Dankjewel, Clemens. Als Nederbelg zelf herken ik wel wat dat je zegt. Heel veel zaken. Ik vraag me trouwens ook af, als je zegt dat vertrouwen van de burger in de overheidsinstellingen, dat ligt anders. Misschien is dat zelfs nog sterker aanwezig in grensregio's, die toch vaak ver gelegen zijn van de bestuurscentra. Misschien iets om dadelijk op te pakken, maar ik geef het woord graag aan Paul. Ja, dankjewel, Rien. Ik heb jullie graag allen nog even in beeld. Even kijken of me dat lukt. Ja, kijk. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dat is toch het voordeel van het spreken in Zoom. Volledige controle. Erg interessant. Het valt me op dat jullie het ook behoorlijk met elkaar eens zijn. Interessant ook dat we volgens mij allemaal naar de boekwinkel moeten om eens even dat boek te gaan kopen, De Lage Landen. Interessant vond ik al de boekpresentatie die op YouTube te zien is. Dus die heb ik gisteravond nog eventjes bekeken. Dat is zeker de moeite waard om te bekijken, zeker voor die historici onder ons. Ik vond het heel interessant dat in de geschiedenis die ons bindt, de territoriale factoren, ja nogal wie dus zou je zeggen als we zo dicht bij elkaar liggen en het hete lage landen, zo dominant zijn. Hè? Dus het landschap, het waterrijke landschap, de steden, de geostrategische positie, eigenlijk al die componenten die zij aandragen voor wat betreft nou die gedeelde achtergrond en die gedeelde geschiedenis, heeft dat te maken met de territoriale setting. En toch is die politieke cultuur zo verschillend. Ik ben benieuwd, dus volgens mij herkennen we dat, maar verandert dat ook?
in de discussie onder historici die automatisch vanwege hun beroep eerder terug dan vooruit kijken, was men daar vrij pessimistisch over dat dat verandert. Ik ben benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Hè? Is het niet zo dat we ook wat dat betreft in Nederland andere bewegingen zien en dat daar in zekere zin die politieke cultuur die zo verschillend is ook wel langzaamaan dezelfde richting op beweegt. Daar ben ik benieuwd naar. Misschien Daan, wil jij daar als eerste ook een beetje uit de praktijk van het opereren van zo'n haven op reflecteren? Ik heb niet het gevoel dat dat heel sterk verandert, omdat dat ook niet alleen verankerd blijft in de politieke cultuur die er is, maar ook in de politieke bevoegdheden die er zijn. En die zijn ook nog heel verschillend, wat ook de bestuurscultuur mag zijn en wat er verandert. Als je bijvoorbeeld de ruimtelijke context van een haven wil wijzigen, dan zit je aan de Vlaamse kant met een initiatiefrecht van of de haven zelf of de Vlaamse overheid. Niet eens van de stad Gent op wiens grondgebied dat je bent. Als je dat doet in de bestuurlijke context in Nederland, je wil bijvoorbeeld 100 hectare uitbreiden, dan ga je naar de gemeente. En dus de bevoegdheidsverdelingen, ook bijvoorbeeld hoe zo een MIRT, een meerjarig investeringsprogramma in Nederland, van onderuit opgebouwd wordt, vanuit die provincies die eigenlijk beginnen met studies en lijsten en dan wordt dat langzaam opgetuigd naar boven. In Vlaanderen is dat van boven naar onder. Vlaanderen maakt een plan en dan heb je wat het gelobby van provincies en gemeenten om daar dingen in te krijgen. Dus eigenlijk alleen al, ik kom terug op mijn uitgangspunt, processen en beslissingsstructuren zijn zo verschillend dat de politieke cultuur nog mag veranderen. Als je niet de bevoegdheidsprocessen op elkaar afstemt, zal dat verschillend blijven. En deel ik de mening van Vincent dat je dan moet vanuit een doel proberen dingen doen en eigenlijk je, wat wij dan noemen, de wegstromen in een project zo optuigen dat elk zich in zijn procedures kan herkennen. En dat je die op elkaar afstemt, maar ik zie weinig verandering. Ja, dus het is misschien niet eens de politieke cultuur, het gaat veel meer over de politieke structuur en bevoegdheden die in wetten zijn vastgelegd en die daarom eigenlijk de basis vormen voor die cultuur die zo verschillend is. Ook in zekere zin, kijk, ik zou zeggen in een steeds sterker federaal wordend Europa krijg je daar toch wel degelijk ook een andere focus in. Of is dat toch iets van echt hele lange termijn, Vincent? Hoe kijk jij daarnaar? Ook nog wel even inspelen op je eerste vraag. Dat heeft daarmee te maken volgens mij. We zien nu wel in Nederland, en goed, ik kijk dan ook vanuit de Duitse kant, ook zeker in het Bundesland Noord-Rijn-Westfalen, net zo groot als Nederland qua oppervlakte inwoners plusminus, geen kleintje dus, dat het thema grensoverschrijdende samenwerking, dan laat ik even het ruimtelijke domein los, maar dat thema ontzettend hoog op de agenda staat. Het is de eerste keer dat een bewindspersoon, staatssecretaris Knops in dit geval, dat thema überhaupt in zijn of haar portefeuille krijgt. Hetzelfde geldt min of meer aan de Duitse kant van de grens met de minister Holthoff-Vöchner, die voor Europa aangelegenheden de minister is. Dus daardoor groeit wel heel erg de aandacht voor het thema grensoverschrijdende samenwerking. Zien we dat ook resulteren in bepaalde financieringstromen of prioriteiten die worden gelegd. Denk aan allerlei regio-deal-initiatieven, subsidies voor regionaal economische ontwikkeling in allerlei regio's in Nederland. Of dat nou in Zuidoost-Drenthe, in de Achterhoek, in Noord-Limburg of in Parkstad is. Overal staat dat thema grensoverschrijdende samenwerking wel heel erg centraal. Waar volgens mij de grootste uitdaging ligt, is om dat te vertalen naar de burger. Gewoon de mens die dagelijks in zo'n grensgebied beweegt en leeft en woont en beweegt. En dynamisch wil zijn en zo min mogelijk hinder wil ondervinden van die grens. En daar zien we nog echt wel een paradox, vind ik, tussen aan de ene kant beleid. En ik zeg altijd de euregionale bubbel die er is. Je hebt het ook al eens over de Brusselse bubbel, maar dit is een euregionale bubbel. En gewoon de dagelijkse realiteit. Denk aan voorbeelden afgelopen jaar in COVID-tijden waar er nog heel reactief werd afgestemd tussen beide landen. Dat is al beter dan dat er passiviteit is, laat dat vooropstellen. Maar echt proactief kijken, wat betekent dit nu
qua maatregelen bijvoorbeeld voor een grensondernemer. De grensondernemer die nog altijd wat betreft de TOZO-regeling buiten wal en schip valt, is natuurlijk ontzettend schrijnend in tijden dat het thema zo hoog op de agenda staat. Want dit is slechts één indicator, maar er zijn er vele te noemen uit 15 maanden COVID-beleid aan weerszijden van de grens, wat zeker niet makkelijk is, laat dat vooropstellen. Als je zegt van ja, vanuit Europees perspectief blijft het toch heel erg afhankelijk, vind ik, van de politieke tendens. Welke partijen aan de macht zijn, welke coalities er gesmeed worden, welke gebeurtenissen, shock events eigenlijk, als het ware, plaatsvinden die bepaalde politieke tendensen kunnen versnellen. Of het dan gaat over MeToo-bewegingen, vluchtelingenstromen Europa-wijd. Het heeft allemaal invloed erop, dus het is heel lastig daar controle over te houden en echt een bepaalde groei daarin te zien die ten bate komt van de grensgebieden puur zang in mijn optiek. Ja, dus die relatie met die gevoelde urgentie en de burgers. Daan reageerde ook in de chat op een vraag over de coronasluiting van de grens, die hier achter mij ook zichtbaar, hè, als mooi beeld van plots toch weer oppoppende nationale grenzen, waarvan we bijna waren vergeten dat ze er waren in tijden dat het allemaal goed gaat. Die wordt opeens heel urgent, zeker in relatie tot de burger en in het geval van het havenbedrijf, de werknemers die gewoon over en weer naar hun werk moeten kunnen gaan. Heeft dat een relatie met dat vertrouwen in de overheid? Clemens, jij haalde dat aan. Overigens vind ik dat in Nederland iets wat volgens mij in sneltreinvaart erodeert, hè? Het vertrouwen, institutioneel vertrouwen in Nederland. En dat is denk ik een teken van de politieke orde in Nederland op dit moment, dat zo ontstaat. Hoe kijk jij daarnaar? Inderdaad, dat institutioneel vertrouwen, dat heeft is het afgelopen jaar flink onder druk gestaan. En het vervelende van dat soort onderzoeken, van dat soort social surveys die dan eens in de zoveel jaar gedaan worden, is natuurlijk enerzijds dat je ze eens in de 4 jaar doet. Dus dat je niet heel dicht op de bal zit van zo'n indicator. En ten tweede ook dat de vragen die daarbij gesteld worden heel algemeen zijn. Hè? Dus dat is: hoeveel vertrouwen hebt u in de Nederlandse overheid? Of in de Europese wordt ook gevraagd enzovoort. Dan hangt het er maar net vanaf waar jij als geënquêteerde op dat moment mee bezig bent. Hè? Ben je heel boos over een coronamaatregel, over een grens die wordt dichtgegooid waarvan je dacht van maar daar kan ik toch overheen als Europeaan? Of gaat alles goed in je leven? Dus dat is een beetje het vervelende van dat soort onderzoeksdata. Het zegt wel iets, het geeft wel een beeld, maar het is ook weer niet dusdanig specifiek dat je kunt zeggen van kijk, de Nederlander, de fictieve, algemene, gemiddelde Nederlander heeft vertrouwen in zijn overheid, of de Vlaming of de Belg, waarbij je dan ook in federale staten nog weer het probleem hebt dat niet al die surveys ook binnen de regio's onderscheid maken. Dus dan heb je een sample van 1300 Vlamingen en 700 Walen. Dus dat is moeilijk. Dat is daarin moeilijk. Ten aanzien van planning denk ik nu trouwens nog wel dat het vertrouwen van de Nederlander nog altijd wel vrij hoog is. En van de Vlaming wellicht nog altijd niet zo hoog. Ja, en in termen van de praktijk van planning, je ziet in Nederland ook deels door institutionele verandering, decentralisatie, maar ook gewoon afkalven van instituties op het gebied van planning, dat andere type, andere planningsvormen belangrijker worden. Misschien ook veranderingen in maatschappelijke veranderingen in termen van de betrokkenheid van burgers. Je merkt dat eigenlijk op tal van plekken, ook over betrekkelijk abstracte en misschien ook wel ver in de toekomst liggende doelen, betrokkenheid van burgers en ook actie van burgers behoorlijk
gezocht wordt. Zijn daar in overeenkomsten of verschillen die jij ziet, Clemens? Inderdaad. De burger, dat is al een ontwikkeling van de afgelopen 20, 30 jaar, zegt men dan, wordt steeds mondiger. Je kunt het ook positiever zeggen, wil graag steeds meer bijdragen zelf. Ik denk dat je dat in beide gebieden ziet, aan beide kanten van de grens ziet. Ik denk wel dat de evolutie van de structuren om dat te doen in Nederland een stapje verder staat. Maar dat er zeker wel aandacht voor is in Vlaanderen. Hoor. En er zijn ook echt hele interessante burgerinitiatieven. Nou ja, of je het er nu mee eens bent of niet, maar kijk naar het activisme rondom de Ring van Antwerpen. Hè. Dat is echt zeer grootschalig, professioneel opgezet om mee te wegen op die beslissingen die inderdaad eigenlijk bij de Vlaamse overheid lagen. En voor een deel in combinatie met de stad Antwerpen. En die hebben daar toch wel echt het een en ander uit de brand gesleept. Dus in die zin denk ik wel dat de evolutie vergelijkbaar is. Ja, ja, recent ook nog een voorbeeld gezien van straten waar scholen liggen en de luchtkwaliteit in die omgeving. Dat er echt ook vanuit die betrokkenheid actie op kwam en ook gericht op het vinden van oplossingen. Vincent, hoe zit dat aan de oostkant van het gebied waar we het over hebben? Ja, redelijk vergelijkbaar met wat Clemens schetst voor Nederland, België. Nederland is daar wat verder in, dat de systemen ook wat meer, de cultuur er meer toelaat om burgers actief mee te laten denken en te doen. Natuurlijk in allerlei verschillende gradaties. In Duitsland zien we dat de burger ook over het algemeen wat meer vertrouwen heeft in de bestaande planningcultuur en de behoeftigheden die daarvoor aangesteld zijn. Ook dat is weer een culturele parallel die je in COVID-tijden terugziet. In Nederland wordt er toch veel meer op eigen verantwoordelijkheid gerust bij de burger. En in Duitsland is het gewoon, zo is het en zo wordt het ook wettelijk allemaal vastgelegd. En de Bundeskanzlerin zegt hoe het moet. Ik zeg niet dat iedereen dat netjes volgt, er zijn zeker uitzonderingen. Maar dat zie je ook heel erg terug in die planningcultuur. Dat is om je vertrouwen. Men handelt naar de wetgeving, naar de kaders. En dat zie je ook heel mooi in ruimtelijke plannen terug. Hè, waar wij Nederlanders wat meer met visies en ik zeg maar heel abstract met pijlen en lijnen en allerlei mooie afbeeldingen willen werken. Vaak wat abstracter. Ga je naar de Duitse ruimtelijke visies en dergelijke kijken, dan houdt de kaart ook sec gewoon op waar de bevoegdheid ophoudt. Er zal geen lijntje over die grens gaan als we daar over dat gebied niets te zeggen hebben. Ook al is het maar gewoon een open vingeroefening zeg maar met elkaar om eens na te denken, te sparren, het gebeurt niet. Ja, dat zie je terug. Dus aan de Duitse kant, de burgerij, de burgers willen wel, en je ziet ook echt wel beweging, maar echt nog wel een stukje achter ten oosten van Nederland. Ja, hardnekkig. Goed, er is absoluut ruimte voor vragen ook uit het publiek. En we zijn met een kleine groep, dus je kan je vraag ook eventjes in beeld stellen, mocht je daar behoefte aan hebben. Gebruik dan even je handje, dan zien we dat ook langskomen. Ik heb zelf meegewerkt aan een project dat heette ook De Lage Landen. Dat is natuurlijk een heerlijke titel, dus die zien we telkens voortkomen. En dat was eigenlijk een inventarisatie van strategische opgaven die in het gebied van Nederland en Vlaanderen gezamenlijk liggen. Onze bijdrage daaraan was het in kaart brengen van de data. Volgens mij een onderwerp waar we niet al te veel op door moeten gaan, maar wel eentje die belangrijk is in termen van het over en weer ten opzichte van de grens kennen van elkaars omstandigheden. Hè. Dus dat is echt wel een ingewikkelde vraag. Op een gegeven moment zagen we de vervoersstromen, kaarten van zowel Vlaanderen als Nederland die buitengewoon precies zijn, tot op het moment dat het de grens overgaat. Dan wordt het allemaal één bundel, alsof dat allemaal naar één plek midden op ergens de Veluwe gaat, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus die noodzaak voor het goed kennen van elkaars omstandigheden zijn denk ik ook in die data verankerd. Toch eventjes een ander aspect, want mijn gevoel bij het aangaan van die opgave was ook nog van ja, waar beginnen we eigenlijk aan?
En het heeft een heel mooi boekwerk opgeleverd hoor, dat we samen met Architecture Workroom Brussels Joachim de Klerk hebben gedaan. Interessant werk en een mooi boek, maar het staat ergens in de kast en wat stond er ook alweer in. Mijn gevoel was toen ook, we hadden volgens mij die hoeveelheid geld veel beter kunnen steken in een hoeveelheid treinkaartjes. Om elkaar wat makkelijker over en weer te leren kennen. Zowel bij Vincent als Clemens werd dat aspect erg duidelijk. Hè? De noodzaak tot empathisch vermogen begint misschien wel gewoon bij het elkaar leren kennen. Hoe kunnen we dat nou anders dan met zo'n schot hagel van vooral veel treinkaartjes uitdelen, hoe kunnen we dat nou handen en voeten geven? Hoe kunnen we dat gestalte geven? Wat zijn er voor middelen die empathische vermogen van ons, denk ik ook, gedeelde desvermogen tot empathie, hè, dat ligt denk ik toch echt een beetje verankerd in die lage landen cultuur. Dat beschrijft volgens mij dat boek ook heel mooi. Hoe kunnen we die dan toch versterken? Wat kunnen we daaraan doen? Heeft een van jullie daarvoor een suggestie? Ik heb wel een suggestie. Ik heb in mijn proefschrift ook een tiental praktische aanbevelingen opgenomen. En volgens mij hoeft het niet heel ingewikkeld te zijn om eerste stappen te zetten. Denk aan het opzetten van een cursus/trainingsprogramma. Hoe zit het planningssysteem in het buurland in elkaar? Uit een x-aantal sessies. Inzichtelijk maken wie welke verantwoordelijkheden heeft. Als het ware een soort van Facebook. Maar waar denk ik de uitdaging ligt is, wie pakt de bal op en waar ligt het probleem, waar ligt het eigenaarschap? Er is geen individuele organisatie waar pure eigenaarschap ligt. Dus dat betekent dat je afhankelijk bent van elkaar om gezamenlijk iets tot stand te brengen. En in mijn ogen zouden de regio's, of dat nou langs de Nederlands-Belgische dan wel de Nederlands-Duitse grens is, zouden als een van de weinige bestaande grensoverschrijdende gremia, zouden daar een aanzwengelende rol in kunnen spelen. En natuurlijk daar de expertise bij in huis halen. Ze hoeven dat zelf niet te hebben. Maar dat is volgens mij wel een aangewezen partij die dit soort processen tot stand zou kunnen brengen. En zo zijn er vele volgens mij quick wins. Maar daar moet je volgens mij wel mee beginnen. Die zijn er echt wat te bedenken. Daan? We horen je niet. Ja, misschien eventjes vanuit de praktijk. Als ik kijk hoe het bij ons gelukt is, dan denk ik, ben je begonnen met een project en je hebt er daarna een structuur rondgezet. Ik denk dat sommige EU-regio's bijna starten met een structuur, en dikwijls heel zwaar, met heel veel verkozen mandatarissen die allemaal een deel van het beslissingsproces en zo moeten zijn. En dan ga je het wel heel zwaar gaan optuigen. Ik denk zo een Noord-Seaport district met maar 8 partijen en je hebt al een mooi voorbeeld waar je van start. Je hebt je sokkel gegoten, dat ook iets is wat we kunnen leren. Ik denk, begin bescheiden en denk niet te snel in structuren en ga dan van zo een geslaagd iets kijken wat je daarna kan doen en bouw dan je structuur. Maar start niet met de structuur. En als je aan een structuur denkt, laat je dan inderdaad professioneel begeleiden. Je hebt daarna een naam laten vallen. North Seaport District heeft Joachim de Klerk gekozen om hem te begeleiden hoe dat ze zoiets moeten doen. En dan heb je onmiddellijk professionele hulp, ook al is de structuur nog niet duidelijk. Je gaat eerst voor de inhoud en de structuur zal wel volgen. En ik denk dat je het zo moet doen omdat je... Ja, er zijn veel te veel fora die ook structuren, zeker grensoverschrijdend, die praatbarakken blijven zonder inhoud. En dan verzand je in de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en we bedoelen wel hetzelfde. Maar als daar geen budgetten en geen echte concrete dossiers uitkomen, dan ben je beter zonder structuur met concrete dossiers. Of met concrete dossiers en een structuur, maar liefst slank. Ja, en dat hoeft niet natuurlijk altijd zo'n enorme exercitie als een haven te zijn. Hè? Dus we kennen denk ik ook hele goede voorbeelden van grensoverschrijdende parken bijvoorbeeld, die gewoon vanuit een soort gevoelde ruimtelijke kwaliteit worden opgezet en lokale betrokkenheid. Clemens, misschien aan jou het laatste woord, want we lopen al richting het einde. Je laatste reflectie en bijdrage hieraan.
zeker met jouw mooie aanbeveling, inderdaad vanuit het Nederlands beeld, doe iets, klinkt positief, of in ieder geval, hoe noem je dat, lichtelijk urgent. Hoe zou jij het invullen, de volgende stap? Nou, ik zou wel nog een lans willen breken voor de jaarlijkse plandag eigenlijk. Dus die wordt georganiseerd door zowel de Nederlandse als Vlaamse planners. Ik heb er een paar keer mogen aanschuiven en elke keer weer zie ik dat dat een forum is waar het lukt. Hè? Dus waar mensen een project komen presenteren of een bepaald inzicht komen presenteren in een groepje van een stuk of 20 en dat daar die gesprekken ontstaan. Die wederzijdse gesprekken van, oh, jullie doen dat dus zo, bij ons gaat het zus. En dat is heel kleinschalig, maar dat vind ik toch... echt een heel mooi forum. Dus een warme oproep om daar vooral aan deel te nemen. Goed idee, een goede aanbeveling. En inderdaad, dat bestaat al en dat loopt goed. Dank voor nu, voor dit gesprek. We zijn bij het einde van de tijd. Ik geef nog heel even het woord aan Rien voor wat afsluitende mededeling. Rien? Dankjewel. Aan zowel Clemens Vincent als Daan... voor hun bijdrage en het boeiende gesprek. En ook dank aan ons publiek voor deelname aan deze webinar. Ik wil u ook allemaal van harte uitnodigen op de volgende sessies in deze webinarreeks. In de sessie van volgende week donderdag hebben we het over grenzeloze mobiliteit. We geven Sven Lieten het woord over hoe de grens wordt meegenomen in... strategische mobiliteitsplanning in Belgisch Limburg, in de vervoerregio van Belgisch Limburg. We spreken met Karel de Jonge en Bruno Reniers over hoe mobiliteit een hefboom is in de ruimtelijke ontwikkeling van de kanaalzone rond North Sea Port, het North Sea Port District. En we gaan dan ook nog in gesprek met professor mobiliteitswetenschappen Willy Miermans. Hij gaat op dit alles reflecteren vanuit zijn jarenlange ervaringen met grensoverschrijdende bewegingen in het Limburgse Maasland. De laatste sessie dan, op 24 juni, die staat in het teken van grenzeloos landschap en hoe plattelandsontwikkeling de inzet is voor samenwerking over de landsgrens. En daar gaan we het licht werpen op drie innoverende structurele samenwerkingen met Katrien Schaarlakens en Mark Budé van het rivierpark Maasvallei, dat recent met... awards is bekroond, naar het grenspark Groot Saaftingen bij de haven van Antwerpen. En Richard Rozemeijer komt daarover spreken. En tenslotte Bern Paret, regiocoördinator van de Westhoek op de grens met Vlaanderen, van Vlaanderen en het noorden van Frankrijk. Dus zo hebben we min of meer de hele Eurodelta bij deze webinars ook betrokken. Voor nu wil ik u van harte bedanken. Voor de volgende webinars ontvangt u opnieuw een mail met een Zoom-link en het programma. En ik hoop u van harte volgende week terug te zien. Dank u wel.